Monumentendag. We zijn nu bij de Open Universiteit. Ja, dat klopt. U bent bij de Open Universiteit. Van harte welkom. En de Open Universiteit is gevestigd in een van de oudste steenhuizen van de stad Groningen. Toen wij interesse toonden in het pand, toen was het nog gekraakt. Nog steeds, elk jaar laten we die krakers realiseren. Nog steeds komen mensen naar ons toe en zeggen ja. En ik heb in het krakerscafé gewerkt. Of ja, nee, ik heb meegedaan bij de ontruiming. Sprak zo net nog iemand die zei ja, ik had een winkel hier aan de overkant. En heeft de politie toen afgehuurd. En ja, we waren op CNN. Dus ja, dat blijft een heel belangrijke gebeurtenis. Wat gaan we nu doen? Een stuk van Henk Badings, Finnegan's Wake. Op hilarische wijze wordt slag gedaan van de legendarische Ierse liefde voor de whisky, die zo ver kan gaan dat een periode van schijndood kan intreden. Het heet tegenwoordig coma's uit. Even kijken, aan het einde van de maand gaan we naar Concours in Maasmechelen. En ja, dat moet het allemaal. We hebben een kwartier en dan gaan al deze stukken moeten helemaal. Perfect. Perfect, ja. En dan is de eigen dirigent er ook weer? Gelukkig wel. Ja, onze grote steun in Toeverlaat. Alhoewel dirigenten nu ook heel mooi stonden. Dat hebben jullie niet kunnen zien aan het publiek, maar heel erg stonden te playbacken. Dus het was ook wel een steuntje. Degene die nog geregeld hadden dat Geert Jan van Meijerenberg en omstreden hier zal gaan dirigeren. Die kan helaas niet, maar we hebben in ons koor genoeg talent en we kunnen gewoon moeiteloos vervangen. Verrassend zo een koor mee te maken op de Open Monumentendag. Ik wens je succes in België. De Hanze Hogeschool wil samen met Schutclub Schoenen uit Exlo en RUG UMCG een kenniscentrum voor voeten opstarten. Een eerste stap naar een kenniscentrum werd gezet op 6 en 7 september tijdens een meetweedaagse van het Instituut voor Sportstudies op het Zernikercomplex. Bij ongeveer 400 eerstejaarsstudenten werd een voettypering gemaakt. De bedoeling is dat de studenten 2 jaar lang op de voet gevolgd worden. Het is denk ik heel belangrijk dat met name in de sport, maar ook in het dagelijks leven, zijn er heel veel klachten van voeten. Zowel bij de sporten en de bewegende mensen en bij de jonge en bij de oude mensen. En er is relatief weinig kennis over. En we proberen op deze manier met meerdere partijen te gaan kijken van wat kunnen we nou gaan meten vanuit de verschillende disciplines. Om te kijken van wat weten we nou van voeten, wat kunnen we meten aan voeten. Zodat we in de toekomst gaan proberen om
met name blessures en andere problemen van voeten te gaan voorkomen. En wordt het kenniscentrum voor iedereen toegankelijk of alleen voor sporters? In principe wordt met name het kenniscentrum, maar met ook de kennis die vergaard gaat worden, proberen we natuurlijk ook weg te gaan zetten bij mensen die niet naar sport doen of anders bewegen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat de kennis die we hier gaan vergaren als expertisecentrum, dat we die ook overal neergezet. De initiatiefnemers hopen dat het centrum uitgroeit tot een toonaangevend instituut voor het stimuleren van onderzoek naar onder meer preventie, behandelingsmogelijkheden en therapieontwikkeling. Liep je dit jaar misschien langs een container tijdens Noorderzon en bleef je staan kijken omdat door de openstaande ramen prachtige muziek klonk? Dit jaar heeft Ham Radio Communications voor de vierde keer een container omgetoverd tot een gezellige huiskamer, waarin verschillende bands en singer-songwriters een intiem miniconcert gaven. Huiskamerconcerten op Noorderzon is eigenlijk ontstaan doordat Ham Radio organiseerde al intieme concerten op mooie locaties in Groningen. En het leek Ham Radio een leuk idee om dat door te zetten op Noorderzon, op een festival waar ook heel veel mensen uit heel Nederland op afkomen. The most beautiful place in my heart belongs to you. To build you a house made of stars is what I'll do. Artiesten vinden we deels doordat Geert van der Velde, die eigenlijk de oprichter is van Ham Radio. Geert van der Velde van de Groningse band The Black Atlantic. Die heeft heel veel getoerd. Dus die komt overal, komt die bandjes tegen, speelt hij samen met bandjes. Daar ontstaan leuke contacten uit. Geert is ook degene die verantwoordelijk is voor de programmering tijdens de Ham Radio concerten. Dus hij heeft eigenlijk bandjes gewoon zelf benaderd, die hij al kende, die hij al live heeft zien optreden. Dus waarvan hij weet dat ze de moeite waard zijn. En op die manier bleek het eigenlijk heel makkelijk om weer een fantastische line-up te verzorgen dit jaar. Sweet in me to wait for second chance.